hele goede morgen. Ik ben net wakker. Ik ga zo even de douche in. Om me even klaarmaken, want ik heb vandaag echt heel leuke opnames. Ik ga vandaag namelijk met Sissy opnemen. Ik weet niet of jullie haar kennen. Ik denk eigenlijk dat de meeste volgers van mij haar wel kennen. Vooral van YouTube nu, daar is ze heel erg actief. Maar Sissy Bollatini, daar ga ik vandaag mee opnemen. Ik vind het echt een heel leuke dame. Ik heb haar al vaker gezien. En ja, heel erg leuk om met haar op te nemen. Maar dat ga jullie dus vandaag een beetje langs zien komen. Maar de video wordt een aparte video. Het wordt namelijk een kookvideo. Daar heb ik echt heel erg veel zin in. En ja, jullie zien vanzelf alles wel voorbij komen. Guys, ik ben klaar. Ik irriteer me aan dit plukje. Ik ben echt op tijd klaar. Daar ben ik heel blij mee. Want ik moet dus nog boodschappen doen voor onze kookvideo. Dus ik ga nu nog even langs Albert Heijn boodschappen te doen. En daarna vertrek ik naar Amsterdam. Want daar gaan we dus opnemen. Voordat ik dat ga doen, ga ik even mijn outfit showen. Ik heb namelijk een trui aan van H&M. Tas van Zara. Broek Zara. En ik heb gewoon van die zwarte simpele enkelaarsje ronde. Ook van Zara van een tijdje terug. Ik ben helemaal into kleuren, guys. Maar volgens mij zien jullie dat zonder dat ik het hoef te zeggen. Maar ik ga nu even heel snel boodschappen doen. En dan zie ik jullie straks in de auto. Zo, ik heb net boodschappen gedaan. En ik ben echt de hele tijd bang dat ik gewoon één belangrijke ingrediënt of zo mis. Waardoor het recept gewoon helemaal mislukt. Maar het komt vast wel goed. Ik heb echt heel goed op alles gelet. En volgens mij heb ik alles. Ik ben dus nu onderweg naar Amsterdam. Daar gaan we dus opnemen in een kantoor. Waar ze dus een klein keukentje hebben voor ons. Waar wij dus gebruik van kunnen maken. Dat is dus heel erg chill. Maar het is wel in het centrum. Dus ik hoop echt dat ik straks goed kan parkeren. Maar kom wel goed, joh. What the fuck. Ik word hier dus echt helemaal claustrofobisch van. Maar ik ben aangekomen in Amsterdam. En ik zit nu in een parkeergarage. En ik zit nu min 4. Ik krijg er echt zo benauwd van als ik gewoon naar buiten kijk. Mijn view, guys. Even kijken. Ik heb dus twee tassen mee. Ik heb deze tas mee omdat hier mijn camera en zo erin past. Anders kon ik het niet meenemen. En ik heb deze tas ook mee omdat die eigenlijk perfect past bij mijn outfit. En om straks ook mee te shooten. Vond ik veel mooier, maar die laat ik even hier achter. Geen depression, no pressure. Nee. Max 2 weken is die online. Oké, nou, dus misschien deze vlog zal waarschijnlijk veel eerder online zijn. Maar follow the girl en check de video uit. Ik weet gewoon wel zeker dat het echt een top video gaat worden. Ja! Nou, guys, wij zijn lekker aan het eten nu. Yummy! Kijk, guys, iedereen eet van onze pasta. Vinden jullie het lekker? Heerlijk! Deze staan echt niet onder druk. Guys, ik ben alweer een tijdje thuis. Ik durf niet eens te zeggen wat ik heb gedaan aan de opnames. Nou ja, was klaar met de opnames, was het trouwens echt heel gezellig. Ik heb nog in mijn eentje lopen shooten in Amsterdam, want ik dacht, ja, ik ben daar toch. Ik pak gewoon even lekker mijn statief en ik ga gewoon midden op straat shooten. Dat heb ik ook echt gedaan. En zo'n meisje liep langs en toen kwam ze weer terug, want ze zag mij. Ze zei van, moet ik anders foto's voor je maken? Ik zeg, nee, ik heb gewoon hier de controle. Ik kan gewoon foto's van mezelf maken, maakt niet uit. Ze zei, oh, het ziet er heel leuk uit. Nou, dat vond ik echt heel erg lief. In Rotterdam doen ze dat echt nooit. Maar daarna ben ik gewoon naar huis gereden. En ik werd zo moe in de auto. Echt niet normaal. Ik wil echt bijna in slaap vallen. Toen ben ik thuis gekomen en ik heb gedoucht. En ik heb een pyjama aangedaan. En ik ben gewoon in bed gaan liggen. Ik heb eten besteld. Die komt pas over een uurtje. Dus ik ga gewoon lekker even een uurtje nog liggen. En straks even deze make-up allemaal verwijderen. En dan ga ik gewoon plat. Ik heb gewoon geen energie meer voor deze dag. Wat ik ga doen, denk ik, de aankomende tijd, is weer sporten. Zodat ik iets meer energie krijg. Mijn eten is binnen. Ik heb dus Afghaans eten besteld. Ik heb rijst met kofta besteld en tomatensaus. En dit is mantou. Echt zin in. Dan ga ik even rustig eten en tv kijken. Hele goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Nesme en ik zijn eigenlijk vandaag heel vroeg opgestaan. En best wel vrolijk en positief en zo. Maar er is iets heel naars voor ons appartement gebeurd. Er is namelijk een man omgekomen. Er is een man omgekomen echt op een heel nare manier. Hele traumateam en zo voor ons deur. Dus dat was best wel heftig. En dat zet je toch wat op nadenken. Dus ja, en dan sta je er toch wel wat langer bij stil over hoe het leven opeens zomaar kan gaan. En ja, ik vond het gewoon heel heftig om zo van dichtbij, zeg maar, allemaal te zien. Maar goed, ik moet vandaag heel veel dingen doen. Nessie is al naar opnames toe. En ik wou graag een paar pakketjes met jullie unboxen even. Want ik moet vandaag een paar samenwerkingen filmen.
waaronder een samenwerking voor Jotex. En Jotex is dus een Zweeds interieurmerk waar je allemaal heel leuke accessoires kunt halen voor in je huis. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb dus gekozen voor deze vaas. Kijk hoe cool. Ik vond hem echt zo leuk. En ik had in mijn hoofd om echt van die lange bloemen erin te doen. Dat je echt zo'n heel mooi effect krijgt. En het is de kleur amber. I love it. Ik wou al heel lang zeg maar echt zo'n mooie glazen vaas. Dus die heb ik nu. Ook heb ik gekozen voor twee van deze kandelaars. Die hadden een beetje zo'n rustieke vibe. I love it. En heel erg minimalistisch. En ik heb ook nog een tafelkleed. Ik vond deze ook echt heel mooi. Deze kleur in combinatie met de accessoires die ik heb gekozen. En wat ik nu zo ga doen. Ik heb daar zo'n tafel. Ik ga deze tafelkleed erop doen met deze vaas. En dan ga ik zo even bloemen halen bij de bloemist. Die hier perfect in passen. Ik weet niet of ik deze mee moet nemen of niet. Anders is het straks echt lelijk. Ik ga gewoon heel mooie bloemen halen om hierin te doen. En dan ga ik een mooie foto schieten voor in de keuken. Maar ik heb ook nog een ander pakketje. Van Maison Garmin. Ook voor een leuke samenwerking. En daarvoor heb ik dus gekozen voor heel eenvoudige sneakers. Want ik wou gewoon een witte paar. Dat vind ik zelf het mooiste. En dan kan je echt met alles dragen. En toen ben ik dus uitgekomen op deze. Kijk hoe mooi. Heel simpel. Met gouden details. En dat is eigenlijk precies wat ik gewoon nu nodig had. Daar ben ik heel blij mee. That's it. Zo, ik wil geen risico's nemen. Dus ik ga naar de bloemist. Met mijn vaas in mijn hand, dan weet ik 100% zeker dat ik de juiste bloemen haal. Want ik ben echt zo'n iemand, als het dan daarna gewoon niet klopt, dan word ik echt stronsgrijnig. Guys, ik heb hem. Ik heb echt een heel leuke lenteboeketje gemaakt. Hey! Iemand heeft de bloemen gevonden. Dat heb je zelf op papier. Ik kreeg net een compliment van een oude man. Dat mijn bloemen schitterend waren. En dat vind ik ook. Oké, ik heb me klaargemaakt. Ik heb ervoor gekozen om mijn haar vast te doen. Even een losse knotje gedaan. Ik heb een trui aan van de H&M. Ik heb mijn oorbellen. Of mijn ringen. Eentjes van de Zara en eentjes van de Mango. En ik heb mijn oorbellen van de Mango in. Er zijn ook bloemetjes, dus die passen een beetje in het thema. Ik ga even een tafel klaarleggen en dan ga ik shooten. Look how pretty! Wij zitten inmiddels in de auto. Hallo. Nesma is weer terug. Ik heb lekker gedoucht en mijn gezicht gereinigd. Mijn huid even aangepakt. Ik heb weer even lekker pijsten door mijn mondkapje. Dus ik heb weer even een satijnen mondkapje gehaald voor de zekerheid. Wij gaan nu even bloemen halen. Want ik had jullie vannacht al verteld er wat was gebeurd zeg maar, voor onze deur. En we gaan er even op de plek bloemen neerleggen. Ik heb er echt de hele dag nog echt aan gedacht en lopen googelen over het incident. Dat is een beetje naar, hè? Zo heftig gewoon. En daarna gaan we even heel snel koffie halen. En dan moeten we weer naar binnen vanwege avondklok. Bah. Wij zijn inmiddels thuis. En wij hebben opeens een heel random snack night. Wat heb jij nou? Ik heb chicken dip gehad. En Nes heeft in de oven vol zit die aardappelkroketten. Ken je die van vroeger nog met die smileys erop, zeg maar? Die heeft hij dus in de oven gedaan met kip bites. Ja. Yes. We hebben dus gewoon random lekker een snack avond. Chaco! En ik heb met Nes afgesproken dat we morgen echt gaan beginnen. Ik heb het best wel goed gedaan deze week. Ik weet niet hoe ik het zo. Nee, maar wij. Zeg maar samen. Soms lukt het niet. Ik had vannacht wel zo'n slechte dag. Heb je een team? Heb je, hè? Ik was zo verliefd op jou de laatste tijd. Omdat we ze eten gewoon zo'n chicken dick werken. Kijk hoe je eet op beeld. Ik ga zeggen, weet je wat echt grappig is? Jouw beeld echt pas ziet hoe je eet. Wat dan? Oh ja, ik zie mezelf niet, want ik heb een halve hoofd. Je hebt altijd zo, kijk, dat is voor hoe jij het eet. Daar ben jij. Dat is een hond. Zo boven die bak zo. Ja, ik heb altijd zeg maar zo. Yeah. Zo naar voren zeg maar.